Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatieve de en geen financieel advies. En in deze video gaan we kijken naar Bitcoin. Wat gaat er gebeuren? Krijgen we een grotere beweging richting het einde van de maand? Daar gaan we naar kijken. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet daarbij niet op het bel-icoontje te klikken vandaag 27 november. En pas op voor de spammers en scammers. Onder in de comments. En als we kijken naar de agenda voor deze week, niet zo heel veel spannend eigenlijk, eigenlijk bijna helemaal niet. We hebben op donderdag om half drie Nederlandse tijd hebben de unemployment claims. Dat geeft op de lagere timeframes vaak wel wat volatiliteit. Vrijdag zou interessant kunnen zijn. Dan gaat hij het hebben over navigating pathways to economic mobility. Geen idee wat hij daar dan verder gaat verkondigen. Dus daar moet ik nog even onderzoek naar doen. Maar dan spreekt de Fed Chair Powell weer. Dus dat is om 5 uur en vrijdagen zijn vaak rode dagen, dus we gaan kijken wat hij te zeggen heeft. Dan, als we kijken naar de grafieken, beginnen we met de futures grafiek. Er is een kleine gap ontstaan afgelopen weekend. Die is inmiddels gesloten. En we zien dat ook de daily candlestick van vorige week vrijdag een doji spinning top kan zijn. En voor meer follow-through, oftewel doorgang naar beneden, wil je dat in ieder geval de low wordt gebroken van de candlestick. Want het is eigenlijk ook gewoon een strijd tussen de bears en de bulls. Dus bovenkant schenden of breken, dan gaan we verder omhoog. En als we de low gaan breken, dan is de kans. Ja, Groter dat we verder omlaag gaan, en dat gaan we. Eh, nou, je ziet eigenlijk al dat hier support zit op de 36,60. Hier zit wat support op de 35,6, dus dat zijn dan de volgende targets. Als we kijken naar de futures grafiek, in ieder geval, dan zoomen we nog even uit naar de maandelijkse, want het is 27 november, wat betekent dat de maand bijna is afgelopen, dus we kunnen nog geen eh, sterke conclusie aan plakken totdat die is afgesloten. Natuurlijk, nog drie dagen en 17 uur te gaan, maar wat we wel zien op dit moment, dus is dat het momentum aan het afnemen is. Dus wat hier in grote. Uh, ja, mooie groene bullish candlestick. En die is deze maand inmiddels wel een stuk kleiner. Dus het is nog steeds een groene maand, maar je ziet dat het momentum afneemt. En, en dat kan betekenen dat we richting een tijdelijke top gaan. Maar nogmaals, het kan eind van de maand wat volatieler worden, uh, met of een beweging omlaag, of juist een goede beweging omhoog. Dus dat uh, moeten we de komende dagen even afwachten. Kijken we naar de wekelijkse, dan euh, ja, zien we eigenlijk een candlestick die... Ja, die heeft geen candle body, of praktisch geen candle body. En dan moet je echt weer inzoomen. En als je deze termen niet begrijpt, hè, de gratis kennismakingscursus vind je onder in de videobeschrijving. En dan leg ik uit hoe je candlesticks kunt lezen. Maar de grote groene massieve stuk, dat is een body. En zo'n lijn erbovenop of onderop, dat is een wick. <coughs> en we zien dat deze wick wel boven de weerstand is gekomen van die 37.500, deze groene lijn hier, maar dat die er wederom, net als vorige week en de week daarvoor, eronder is gesloten. Dus dat is de belangrijkste weerstand op de wekelijkse. Dus de bulls hebben geprobeerd met een wick erboven te komen, maar die hebben er niet boven kunnen sluiten. En ook dit zou ik eerder bestempelen als een hanging man candlestick, net als dat dit een hanging man candlestick is. En dat zijn bearish candlesticks die meer rood suggereren. Maar goed, het meeste rood zullen we waarschijnlijk pas krijgen als we deze opwaartse lijn breken. He, want elke candlestick low, dat is nog steeds hoger dan de vorige. Dus de bulls die hebben hier het momentum op zich nog wel, maar het begint af te nemen. Want tegelijkertijd zijn we wat meer zijwaarts aan het gaan en niet aan het, uh, uh, ja, geen echte stappen aan het maken omhoog. Dus interessante week of juist weer een saaie week, net als dat we hier na een grote push... Eigenlijk ja, een hele tijd of een paar weken lang zijwaarts gingen voordat we dus naar beneden gingen. En op de lagere timeframes ja, zien we ook, net als hier, of misschien wel zoals hier, bears divergentie, wat daarna zorgde voor rood. Dus eh, wekelijkse, ja, ook hier geldt dus, moeten de high breken voor meer bullish actie. Moeten de loos breken voor meer bearish actie. en dat begint waarschijnlijk al als we de opwaartse lijn verliezen. En wat we dus op de dagelijkse willen zien is een support resistance slip van de 37.500 om door te kunnen gaan richting de 41.000 en eventueel de 0,5 Fibonacci hier op de 42.000. De dagelijkse die kunnen we heel simpel houden met een range, hè. dus dit is de bovenkant van de range op de 37.900 ongeveer en de onderkant van de range die zit hier op de 35.555. Zolang we, als we bearish actie krijgen, boven de 35.000 tot 35.500 blijven, ja, is er, wat mij betreft, niet zo heel veel aan de hand. He, dan zitten we gewoon weer aan de onderkant van de range. Kunnen we weer naar de bovenkant van de range, kunnen we hem breken, kunnen we door naar de 41.000 dollar. Gaan we de 35.000 breken. Dan wordt het iets meer beurs en dan kijk ik wel richting de 33.000 tot 34.000 dollar. We zien dat er een heleboel liquidaties liggen hier tussen de 33.000 en 34.000 dollar op de heatmaps. Dat was een probleem met het systeem vanochtend, maar dat, uh, dat zit er wel. Dus 35.000 breken. Gaan we hier naartoe? Zoek ik hier een long? Gaan we hier naartoe? Zoek ik ook een long? En ja, alles daartussenin is gewoon een beetje zijwaartse actie, waar je misschien niet al te veel mee kan. Uh, er was wel een mooie short hierboven. Uh, die heb ik helaas niet goed gespeeld. Helaas, helaas, helaas. Maar dat hoort er ook bij. Er is nog een mogelijkheid dat we op de laag time games nog een mo mogelijkheid krijgen/slash poging. Dus daar wachten we dan op. Dus ja, dit ziet er gewoon. Um, ja, het, het, het is een range, dus we moeten afwachten. En als we verder bears doorzetten, dan kijk je naar de 36.750 ongeveer. En deze opwaartslijn breken. Dan ga je door naar de 35.50 ongeveer, tot 35.000 dollar. En nogmaals, dat breken ga je door naar beneden. En wat we dus willen zien, wat ik op de wekelijkse zei, is een support resistance flip van de 37.500. Op de dagelijkse is dat meer de, ja, de 38.000. Dus dan wil je dit zien voordat we meer bullish mogen zijn. Als ik nog even een andere grafiek erbij pak op de dagelijkse. Dan zien we dus dat we eigenlijk ook nog gewoon in dat opwaartse kanaal zitten. Dus ook hier niet zo heel veel spannend. Het is zijwaartse consolidatie. En ook hier geldt nog steeds, hè? dus die opwaartse lijn breken. Bearish, kijken we naar de targets. Kunnen we het support resistance flippen. Dan kijk je naar de 40.000 en eventueel 41.000 tot 42.000 dollar. Wat ook de dagelijkse targets zijn. Dus dat voor Bitcoin op de dagelijkse. Het is eigenlijk gewoon even afwachten totdat we een trigger krijgen voor een nieuwe trade. En voor degenen die het nog niet hebben gezien, en volgens mij is dat de helft van jullie die op maandag kijken. Ik maak inmiddels meerdere video's per week weer. He, dus uh, 1, 2 extra video's. Er zit nog niet een echte regelmaat aan. Dus uh, klik op het bel dan krijg je een melding wanneer er een nieuwe video er is. En ook deze coin die is alweer zo'n 50, 60% gestegen, die ik hier heb behandeld. Uh, Tia in deze video die heeft ook gewoon een top bereikt. Die is volgens mij alweer 30% gedaald. Dus daar deel ik meer trades in. Um, over de week heen, hè? dus uh, meer updates en ook op aanvraag. Dus die kun je delen hieronder in de videobeschrijving. En dan probeer ik die mee te nemen. En dit is ook weer een trade vanuit de Premium Discord groep die ik 21 november deelde. En we zijn ingestapt op dit opwaartskanaaltje hier. En dat heeft eigenlijk toch ook nu weer al een hele mooie trade uh, gemaakt. Van 130% gewoon spot, geen hefboom. Dus dat zijn die mooie trades. Hè? Dus er was een goede dump nadat die werd gelanceerd. En eh, toen ontstond er een opwaartskanaal hier onderin ergens. En daar zijn we op ingestapt. Ja, en dat heeft toch weer voor een hele mooie trade gezorgd. En dat vind je in de Premium Discord groep. Bitcoin op de lage timeframes, ja, eigenlijk hetzelfde. Dus vorige week was er nog een poging, hè, op vrijdag, om uit te breken hier, uit de range. Daar lag die uh, liquiditeit, zoals ik eerder heb genoemd. Dus ik heb helaas toen ook mijn short daar gesloten. Um, dat zag er wat bullish uit. Daarna is hij weer naar beneden uitgebroken. Nou goed, dat gebeurt. Dat is ook traden. Je kunt niet alle... Hè? Dus hier heb je dan een mooie 100% trade. Nou, en hier verlies je een paar procent. Uiteindelijk, uh, zolang je winnaars groter zijn dan je verliezers. Dat is het doel. Ja, is dat prima. En op dit moment kijk ik dus eigenlijk naar twee trades. Dus... Eigenlijk misschien 3, dus wat ik eigenlijk graag zou willen zien gebeuren is dat dus er opnieuw, opnieuw redelijk wat uh, liquiditeit hier te vinden, dat we die opnieuw gaan hunten. En het liefst daarbij een low high ten opzichte van deze high, dat geeft aan dat er meer zwakte is, dus dat zou nog een short mogelijkheid zijn. Gaan we vanuit hier direct door naar beneden. Verliezen we de 36.700, dat was hier de uh, weerstand, hier support, hier uh, weerstand, support. Hè? Dus als we die verliezen en de opwaartse blauwe lijn, dan is dat ook mogelijk een short. Hè? Richting de 35.300 tot 35.000 dollar. En eventueel dus de liquidatiezone hier tussen de 33.000 en 34.000 dollar. Dus dat is het meer bear scenario, het meer bullish scenario. Is als we dus ook zeker deze high kunnen breken, hè? dus die breken. De gebroken weerstand. Deze paarse balk eigenlijk support maken. 40.000 42.000 42 dollar. En dan dus gewoon kijken hoe dat zal gaan aflopen. Dus dat voor bitcoin. Het is op dit moment eventjes afwachten totdat er een trigger is. Kijken we naar Ethereum, dan is daar dus die mooie uitbraak geweest. Hertest door naar Target 1. Maar inmiddels weer terug naar ja, eigenlijk de actie die we hier zien. Dus dat is allemaal niet heel erg sterk. Zolang we boven de 2000 dollar zitten, prima. Even dit weghalen. Even weghalen. Dus zolang we boven de 2000 dollar hier zitten, Ja, kunnen we dat support houden. Deze haal ik ook even weg. Maar het ziet gewoon niet heel erg sterk uit. Ook als ik hier naar kijk. Ja, Dit kan ook meer iets van een head and shoulders zijn, zie ik nu. Ja, dus uh, dat is een bearish patroon. Dus hier een linkerschouder. Hoofd. En hier een rechterschouder. Die heeft een technische target van. Ja, ik zie dit nu ook pas, dus ik moet dat even uittekenen. Ja, die heeft een technische target van de 1950. Dus dat betekent wel weer dat hij die 2000 support zou verliezen. Ja, dus ook hier geldt, buisuitbraak, uitbraak, hertest, target 1, de 2000. Nou, ongeveer psychologisch rond. En dan de 1950. En dan is het ja, weer onder de 2000. Moeten we in mijn ogen weer wachten totdat we weer boven die 2000 kunnen komen. Want alles onder de 2000 dollar is toch een beetje... Ja, bearish en boven de 2000 dollar kunnen we spreken van de 23 tot 2500 dollar. En eventueel ook hoger eh, richting de 3000 dollar psychologisch rond. Wat ook hier weer een support, weerstand en eh, weerstand was. Maar goed, dat is dus nog even afwachten. Dus dat was het ook voor deze video. Als je verzoekjes hebt voor altcoins die ik in de komende dagen mee kan nemen, laat het weten onder in de comments. Wees er ook specifiek bij, hè? Wil je de lange termijn, wil je de korte termijn? Korte termijn is sowieso het lastiger, omdat die gewoon heel snel kunnen omslaan, natuurlijk. Maar laat het zeker even weten onder in de comments. En zoals altijd zou ik zeggen: happy trading, een hele fijne week en tot de volgende video.